Hij wat speak Dutch. Ja, allemaal. Hij mag speak in Nederlands? Ja. Cool. Ik wil eigenlijk in het Engels geven, maar ik zou proberen in Nederlands. Ja, in Nederlands, goed hoor. Iedereen welkom. Vandaag is volgens mij de laatste bijeenkomst van het jaar. Ja. Mijn naam is Errol Andrews. Ik zit in Den Haag. Den Haag Tempel. Ik doe van alles eigenlijk. Schoonmaken, future, spreiden. Waffen koken. Nee, ik kook ook, maar alleen voor de dailies. En op zondag heb ik een programma. Maar dan koop ik nog een groep en die gaan koken. Ik ben gevraagd om lezing te geven, maar ik geef nooit lezing eigenlijk. Omdat, als je lezing wil geven, moet je kennis hebben van onze geschriften. En liefst gevorderd. Bij een bijeenkomst als deze, dan gaan ze de meest gevorderde kiezen. Of ja, aangeven en mag die lezing gaan geven. Dus altijd als mij vragen, zeg ik eigenlijk nee. Want mijn kennis is niet voldoende. En mijn zin is zeker niet gevorderd. Maar Prabhu en zijn vrouw, die vragen me af en toe. En meestal zeg ik nee. Maar als ik hun tegenkom, een van de meest aardige toegewijden die ik tegenkom. Dus het wordt een beetje moeilijk om echt nee te zeggen. Dus, laatst heeft Peru mij gevraagd in Den Haag Tempel. Toen zei ik nee, volgens mij vroeg ik mij daarna. En toen zei ik, oké, ik ga erover nadenken. Toen ben ik gekomen. En we hebben vandaag in Den Haag een heel groot programma. Komen mensen van heel Nederland, komen ze naar Den Haag, om te praten over kiezenbewustzijn, wie ze samen zijn, zingen, en hun ideeën uitwisselen hoe het beter kan. Ja. Ik zal vandaag hebben over, ja, dat is in Engels, overgave aan God, en genade. Noordic toch? Ik heb deel? Ik heb ook Engels. Voor anderen. Deel? Ja, als wil je. Ja, hebben Noordic. Ik neem aan dat de meeste mensen vaak komen. En niemand is hier nieuw? Ja, nieuw. Nee. Dus jullie kennen de familie die... Al heel lang. Al heel lang, ja? Jullie kennen de familie die het hier runt. Ik ken hun namen niet zo goed. Ik heb het opgeschreven, dus ze moeten zeggen of het klopt. Rajendra Suda, ja, ik weet het. Ja. Opa is er niet. De Kaya is het niet. En Vrinda Raja is er wel. Vrinda is je naam? Oké. En Lakshmi is jouw naam. En Vraja Raj. Oké. Nu ken ik ze ook wat van namen. Ja. En ik wil hen heel erg bedanken voor wat ze hier doen. Dat ze de missie van Prabhupada zo goed ondersteunen. Ik weet niet hoe lang... Zijn jullie al... Sinds 2002. Sinds 2002? Ja. Al 15 jaar. 18 jaar? 15. 15. 15 jaar zijn ze al bezig. Dat is nog langer dan ik bezig ben met... Zijn ze al bezig met mensen of toegewijden te helpen en mensen naar Christen te brengen. Dat is een hele belangrijke missie. Ik ga vaak op straat en dan probeer ik mensen te bereiken en heel veel mensen aan het lijden. En het wordt alleen maar erger. Dus je kan yoga. Dus het wordt alleen maar erger. Dus het is heel belangrijk als er toegewijden zijn die hun best doen om andere mensen te helpen. En daar hebben we een hele grote bijstand van die dat doet. Hartstikke bedankt. De vers van vandaag is Bhagavad Gita 18:18. Namens de Rijkers, de Strijkers, de Matibak, de Swami, de Namens,
door water zullen die Jezus van water is geweest in de zomer. Hij ziet Krishna Chaitanya voor een jaar en dan is hij weer daar. Hij is weer daar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. Ja, ja. 1866. Jai Radha Madhava singer. Amen.
Ik ga voorlezen en daarna mogen jullie ook als jullie voorlezen. Sarvadar mam parijaja, mam ikam saranam raja, ham twam sarvapa bibio, mokse ishami masucha. Sarvadar mam parijaja, mam ikam saranam raja, ham twam sarvapa bibio, mokse ishami masucha. Sarvadharma paritya mamikam saranam prajam aham sarva papebhyo mokshe shimima sucha. Sarvadharma paritya mamikam saranam prajam aham sarva papebhyo mokshe shimima sucha. Sarvadharma paritya mamikam saranam prajam aham sarva papebhyo mokshe shimima sucha. Ik heb Engelse Engels kan ook. Nee, doe Engels. Okay. En ik zeg wel iets in het Nederlands, maar ik begin het in het Engels. Maar ik zal de purport lezen, staan in purport. Het is niet zo lang. En dan wordt het vertellen. Translation. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction, do not fear. The Lord has described various kinds of knowledge, processes of religion, knowledge of the Supreme Brahman, knowledge of the Supersoul, knowledge of different types of orders and states of social life, knowledge of the renounced order of life, knowledge of non-attachment, sense and mind control, meditation, etc. He has described in so many ways different types of religion. Now, in summarizing Bhagavad Gita, the Lord says that Arjuna should give up all the processes that have been explained to him. He should simply surrender to Krishna. That surrender will save him from all kinds of sinful reactions. For the Lord personally promises to protect him. In the 8th chapter, it was said that only one who has become free from all sinful reactions can take to the worship of Lord Krishna. Thus one may think that unless he is free from all sinful reactions, cannot take to the surrendering process. To such doubts, it is here said that even if one is not free from all sinful reaction, simply by the process of surrendering to Krishna, he is automatically free. There is no need of strenuous effort to free oneself from sinful reactions. One should unhesitatingly accept Krishna as the supreme savior of all living entities, with faith and love, and should surrender unto him. According to the devotional process, one should simply accept such religious principles that will lead ultimately to the devotional service of the Lord. One may perform a particular occupational duty according to his position in the social order, but if by executing his duty one does not come to the point of Krishna consciousness, all his activities are in vain. Anything that does not lead to the perfectional stage of Krishna consciousness should be avoided. One should be confident that in all circumstances
wisdom will protect him from all difficulties. There is no need of thinking how one should keep the body and soul together. Wisdom will see that. One should always think himself helpless and should consider wisdom the only basis for his progress in life. As soon as one seriously engages himself in devotional service to the Lord, the full Krishna consciousness, at once he becomes free from all contamination of material nature. There are different processes of religion and purificatory processes like cultivation of knowledge, meditation, investigative system, etc. But the one who surrenders unto Krishna does not have to experience so many methods. That simply surrender unto Krishna will save him from unnecessary wasting time. One can thus make all progress at once and be freed from all sinful reactions. One should be attracted by the beautiful vision of Krishna. His name is Krishna because he is all attractive. One who becomes attracted by the beautiful, all powerful, omnipotent vision of Krishna is fortunate. There are different kinds of transcendentalists. Some of them are attached to the personal vision, some of them are attracted to soul feature, etc. But one who is attracted to the personal feature of the spirit personality of Godhead, and above all, one who is attracted by the supreme personality of Godhead as Krishna himself is most perfect transcendentalist. In other words, devotional service to Krishna in full consciousness is the most confidential part of knowledge. And this is the essence of the whole Bhagavad Gita. Karma yogis, empiric philosophers, mystics and devotees are all called transcendentalists. But one who is pure devotee is the best of all. The particular words used here, masucha, don't fear, don't hesitate, don't worry, are very significant. One may be perplexed as to how one can give up all kinds of religious forms and simply surrender to Krishna, but such words are useless. So in this verse, Prabhupada is speaking about surrendering to Krishna, and I want you to prepare something to give a nice class, because generally I don't give class, but I already have this. Oh, it's actually fine. Yeah, sure. Angles come out. I'm angles good. Yeah. Ik wil iets voorbereiden om een redelijke lezing te geven, want ik geef nooit lezingen. Maar ik had al besloten wat voor vers ik zou gaan doen. En ik hoefde alleen maar nog een paar dingen voor te bereiden. Maar direct stuurt Krishna iemand naar de tempel, ik woon in de tempel in Den Haag, die heel veel problemen had en die aanklopte. En ik dacht dat één dag, ik heb hem had geholpen, maar hij kwam twee dagen later weer. En toen heb ik hem twee weken lang voor alles meegeholpen. Dus twee weken heb ik helemaal niks kunnen voorbereiden voor lezing. Dus voor iemand die nooit lezing heeft, is het best wel moeilijk. En ja, dus ik heb hem geholpen dagelijks. Ik kookte voor hem een ontbijt, lunch. En ik ging her en der onderzoek doen. Ik moest ook op internet de wet gaan bestuderen om hem te helpen. Ik ben naar instanties geweest. We zijn samen een keertje boek gaan verspreiden. En Krishna was zo geplezierd, want hij zit in de problemen, maar toch in zijn problemen wil hij gaan chanten, wil boek gaan verspreiden. Dus zijn boek gaan verspreiden. Was ik net boeken, we hadden boeken aan het verdelen. En meteen al kwam iemand van, hey, boeken? hoeveel kost het? En dan heeft een boek gekocht van hem. En hij was heel geplezierd, heel blij. En dan ging hij verder boeken verspreiden. En hij kreeg donaties. Ik heb geen boeken verspreid. Het was niet zo lang, die tijd. Maar ik heb geen boeken verspreid. Ik ging gewoon aan de winkel wat spullen voor hem halen. En hij had zijn moeder gebeld. Dus die moeder had mijn telefoon. Dus ging de moeder mij ook bellen en allerlei dingen vertellen. Dus het was echt heel erg druk. En op een gegeven moment wou hij
Hij wou 9 uur chanten. 9 uur, God mama. En ik zei, nee, dat doen we hier niet. Dit is niet onze filosofie. Want ik was continu bezig van alles te doen. En dan gaat hij 9 uur chanten. Dus ik zei, nee, we moeten ook zeven doen. Ja. En de volgende dag ging hij ook en toen zei dat hij deed wat zeven. Ging dan verder met chanten. Volgende dag weer chanten. En de laatste dag dat hij bij ons was, ik ging nog een ticket voor hem printen bij de bibliotheek, kwam ik terug. En hij was helemaal blij. Een van zijn grootste zorgen was opgelost. En hij ging, ja, je bent de beste toegewijde ooit. En Prabhupada is helemaal plezierd met jou. Ik zeg, nee, ik ben niet de beste toegewijde. Gewoon, dit is omdat hij chant. En door Prabhupada genade is een van zijn problemen opgelost. Dus ik heb niet echt veel kunnen voorbereiden. Maar het vers gaat over overgave aan Krishna. En als we overgeven aan Krishna, gaat er heel veel dingen voor ons leren. Hij ging chanten. En iets dat normaal, in 4 januari zou hij antwoord krijgen. Hij heeft dat dus anderhalve week heeft hij van antwoord gekregen. Dat is een probleem. Gedeeltelijk is opgelost. Dus als we Krishna gaan dienen, gaat hij dingen voor ons regelen. Omdat ik geef normaal geen lezingen, dus ik weet niet echt hoe ik lezingen moet gaan geven. Maar omdat ik dus die persoon heb geholpen, heeft Krishna mij een ervaring gegeven, wat ik dus met jullie kan delen. Dus ik hoefde niet echt heel veel tijd te besteden aan versen gaan leren uit mijn hoofd, die ik normaal niet kan. En dan kan ik dit met je delen. En dit is een vorm van overgave. Dus ik wil ook allerlei dingen die ik lees van Prabhupada met jullie delen. En Krishna die wil dat ik iets anders doe. Dus hij stuurt die persoon. En ik moet dus mijn wil opgeven voor de wil van Krishna. En dat is een vorm van overgave, van surrender. We moeten Krishna eerst zetten. Want er komt een toegewijde, dus, of andere mensen ook, die komen kloppen voor ons hulp. Dan moeten we hun helpen. Dus Krishna geplezierd in plaats van mijn eigen ding. Mijn eigen ding was dus de quotes gaan lezen van Prabhupada, die iets in de tekst maken, en goed voorbereid zijn. Maar wat Krishna wil, is dat iedereen gelukkig is. Dus hij stuurt een van zijn toegewijden. En die toegewijden is geholpen. Dus dat is veel belangrijker dan onze eigen dingen. Dus dat is een van de dingen die wij leren in Krishna bewustzijn. Maar ook in overgave van aan Krishna gaat hij ons dingen laten zien. En hoe meer wij aan hem overgeven, gaat hij ons leiden. Dat wij de goede weg, het goede pad bewandelen. Of blijven bewandelen. Maar ik heb wel iets, heel klein iets, een paar dingen op, wat ik zo snel kan vinden. Een paar dingen die ik wil toch nog wil zeggen. Overgave aan Krishna. Nou, een vraag aan jullie. Wat is de grootste goed in de wereld? In deze wereld, wat is het grootste goed? Bhakti. Ja, dat is een goeie. Nog andere antwoorden? Nee. Voordat ik bij Krishna bewustzijn kwam, ging ik andere boeken lezen, maar niet echt veel. Maar een van de boeken die ik las, daarin stond dat wij iets moeten opgeven om dus iets opgeven of iets loslaten, zodat wij dan kunnen wij vooruit gaan boeken iets over opgeven die wij lief hebben. Dan kunnen we een beetje vooruit gaan maken in spiritualiteit. Dus iets wat wij lief hebben. Dus bijvoorbeeld sommige mensen met de lang haar zijn aan gehecht. Als ze dat opgeven, maken ze een beetje vooruit gaan in spiritualiteit. En hier in de vers 18:66, vers die we vandaag hebben, zegt Krishna: geef alle vormen van religie op. Geef alle vormen van religie op en geef aan mij over. Dus religie, volgens mij dan, bij mijn begrip, kan zijn dat het fout is. Is religie het grootste goed op aarde? Dus als wij religie beoefenen, kunnen we op een hogere planeet, of gewoon in goedheid komen dan een hoger planeten. We kunnen we kunnen in aanraking komen met heiligen die ons verder kunnen helpen.
En heel veel mensen denken dat bijvoorbeeld liefde is het hoogste goed. Maar we kunnen iemand lief hebben en na een tijdje hebben we weer ruzie. En liefde hebben ons niet voorbij, wel liefde voor God, maar dat is het andere soort liefde. Die hebben ons niet voorbij de cirkel van geboorte en dood. Maar dus religie is het allerbelangrijkste, of het grootste goed. En Christus zegt, geef dat op, geef je mij over. En ik zal je beschermen voor alle reacties van je zondige daden. En weet iemand wat de reacties zullen zijn voor onze zondige daden? Kan iemand wat opnoemen? Gehechtheid? Ongeluk. Ja, gehechtheid, ongeluk, ja. Ja, dat klopt. En opnieuw geboren. Ja, als wij, een van die dingen is geboorte. Christian zegt dat geboorte, iemand die kennis heeft, die ziet dat die begrijpt dat geboorte iets slecht is. Geboorte, ziekte, dood. Ouderdom. Ja, goed dat jullie me herinneren. Ja, die dingen zijn allemaal slecht. En als we dus slechte dingen doen, krijgen we die dingen. Dus eigenlijk naar de aarde, naar de universum komen om te genieten van Krishna's energie en zonder Krishna, is eigenlijk iets slecht. Daarom worden we geboren, we worden ziek, worden oud en we gaan dood. En als we die slechte gewoontes niet opgeven, blijven we die dingen herhalen. Tot we Krishna lief hebben. Andere dingen die hij zegt in die vers, dat als je aan mij overgeeft, word je onder vrees. En de grootste vrees die de mens heeft op aarde is doodgaan. Ja. Iedereen is bang om dood te gaan. Sommige mensen zeggen van niet, maar als je een pistool bij hun hoofd zet, dan gaan ze meteen bidden. Ja. Dus doodgaan is de grootste vrees. En als we aan God overgeven, overstijgen we de dood. En dan gaan we terug naar Krishna. We zeggen, als we Krishna genoeg lief hebben, en we gaan dood, dan of we herinneren ons aan hem, of hij komt vanzelf. Dan gaan we bij hem, en dat is onze laatste incarnatie. En dan gaan we terug naar de geestelijke wereld. Om altijd voor altijd bij hem te zijn. Ja. Laatst las ik, niet zo lang geleden, de verschijningsdag van Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj is een van onze geestelijke leraren, maar ik denk dat jullie allemaal hem kennen. Dat was zijn verdwijningsdag. En daar stond dat hij gewoon, hij net als Krishna hier het universum verlaat, gaat hij naar een ander universum om hetzelfde te doen. En doet die geestelijke leraar die hij stuurt ook, gaan ze naar een ander universum om daar verder te prediken. Dus als wij Krishna lief hebben, onbevreesd, we kunnen hem ook volgen. Verschillende universen. Ook de geestelijke leraar kunnen we verschillende universen. We kunnen hier terugkomen. Na zoveel triljoenen jaren komen we. Christian die gaat dus van hier gaat hij naar het volgende universum, dan gaan ze allemaal door en dan komt hij weer terug. Hij blijft zo rondgaan. En dat kunnen wij ook als we dat willen. Als we niet willen, kunnen we in de geestelijke wereld blijven. Er zijn hier bijvoorbeeld, als ik het goed begrepen heb, Arjuna. En nog een aantal anderen die blijven alleen in de materiële wereld. En dus die volgen Krishna en helpen hem met wat hij allemaal doet en zijn spellen voor maken. En een aantal belangrijke dingen in overgave aan Krishna is deity worship. Dus de deities vereren. Prabhupada zegt in die vers, nou, ik kan niet zo snel terugvinden waar het staat, maar dat iemand die steeds aan Krishna denkt, of gaat over steeds aan Krishna denken, dus als we naar tempels komen en de deities aanschouwen, dan krijgen we een beeld in ons hoofd van de deities, van Krishna. We kunnen Krishna dienen, we kunnen zijn Krishna offeren. Dan helpt dat ons om steeds aan Krishna te denken, want we kunnen nu Krishna niet zien. Hij is hier aanwezig, maar waarmee, ja, nou, meestal misschien wel, maar ik niet. Kan hem niet zien.
En als we hem zien, worden we heel erg gelukkig. Dus het doel is om steeds aan hem te denken. De oplossing trouwens van dit vers, hoe je dat ook in de praktijk kan brengen, staat één vers daarvoor. Kun je zeggen, ja, ik heb in het Engels. Hij zegt, man mana baba bakto ma jali ma namaskuru, ma vivas yasi satyam te, prati jani priyosim. Dus denk altijd aan mij, aan bid mij. Dus als we naar de tempel komen, is het goed om de deities te aanschouwen. Kunnen zij ons zien en kunnen wij hen zien en de genade krijgen. Soms gaan mensen naar de tempel en dan bezoeken ze de tempel toch wel, maar ze gaan niet naar de tempelkamer. Het is best wel belangrijk om de deities te zien. Daarom in de meeste van de tempels hebben ze een soort ochtendprogramma, die staat op. Dan ga je naar de tempelkamer, of ga je zoeken, dan naar de tempelkamer en dan hebben ze dienst. Dan gaan ze zingen voor de Heer. Dan, zo hebben ze heb je om je te, om God te herinneren. Want wat wij doen is, of hoe je dat kan zeggen, wij doen, in Engels ging het beter, practice and preach. Het is belangrijk om te prediken. Dus het oefenen is gewoon naar de tempel gaan, boeken lezen, dienst doen, dan ga je oefenen. Dan zijn we net een wolk. Die krijgt water van de zee. Die wordt vol. Die gaat naar de land. En dan stort hij water overal neer. Dus we doen onze dienst. We gaan oefenen. Dienen God. En dan worden we opgeladen. Dan gaan we echt doen met je werk. Of je gaat op zaakboeken verspreiden. Gaan we met mensen praten. En dan geven ze de genade. En misschien word je een beetje leeg. Dan kom je terug. En s'avonds ga je weer lezen. Of chanten. God zien en aanbidden. En zo maken we vooruitgang. Nog een ander belangrijke ding in overgave aan Krishna is wat Heer Chaitanya ons heeft gegeven, dat wij nederiger moeten zijn dan een grasspriet en meer toleranter dan een boom. Want we zullen heel veel dingen meemaken. Het is nu Kali Yuga, het is de slechtste tijdperk en heel veel list en bedrog. En we zullen heel veel slechte dingen meemaken, of nou, hoeft niet heel veel, maar we zullen dingen meemaken die ons van Krishna afleiden. En we moeten tolereren. Als mensen ons slechte dingen aan doen, moeten we het tolereren. Anders is het moeilijk om te chanten. Ik heb aardig wat ervaring mee. Zoals wil ik helemaal niet chanten. Zo erg is de dingen die gebeuren. Het is heel moeilijk om te chanten. Maar als wij tolerant zijn, dan kunnen we makkelijker chanten. En Chaitanya zegt, indien wij dus niet toleranter worden dan een graspiet, of nederiger dan een graspiet, toleranter dan een boom, maar zullen we niet Krishna bewust worden. Dus zo belangrijk is dat. Dan hebben we de 10 offenses, nou, die ken ik niet in mijn hoofd, maar die zijn ook belangrijk. Om geen offense te maken aan Vaishnava. Vooral zuiver, gewoon wij zijn, maar ook niet wijs naar was. We moeten niet denken van wij beoefenen Krishna bewustzijn. Dus wij mogen, Krishna gaat ons beschermen en wij mogen dit en dat doen. Tegen mensen die dat niet doen. Dan is Krishna echt niet geprecieerd. Vooral als mensen op straat gaan en boeken verspreiden. Als men Sankirtan doet, boeken verspreiden. En die doet iets slecht tegen iemand, en dan gaat hij boek verspreiden, dan gaat Krishna iemand sturen, die iets slecht doet tegen die toegewijde, zodat hij wat nederiger wordt. Ja, ik zal de 10 offenses opnoemen, want het is toch wel heel belangrijk. Als wij dat een beetje kunnen volgen, dan maken we nog meer snellere vooruitgang in Krishna bewustzijn. In ons overgave aan Krishna. Nou, de eerste is, ja, zijn Engels lezen. The first is to blaspheme the devotees who have dedicated their lives to propagating the holy name of the Lord. The tweede is to consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. The third is to disobey the orders of the spiritual master. The fifth is to blaspheme the Vedic literature or literature in pursuance of the Vedic version.
Five is considered the glories of chanting Hare Krishna to be imagination. The zest is to give some interpretation of the holy name of the Lord. Seven, to commit sinful activities on strength of chanting the holy name of the Lord. Eight, to consider chanting of Hare Krishna one of the auspicious rituals, ritualistic activities, offering the Vedas as fruited activities. Nine, to instruct the faithless person about the glories of the holy name. Iemand die boeken gaat verspreiden, die. Want de boeken zijn niet verschillend dan de heilige naam. Dus eigenlijk zou je denken dat we nu niet gaan prediken. Maar als we dit doen, toch gaat Krishna ons beschermen. Er staat gewoon dat we niet moeten hun kennis geven over de heilige naam. Maar eigenlijk moeten we wel. Maar als die persoon nog meer offenses gaat begaan, dan niet. Dan kunnen we het niet laten. Maar we moeten wel proberen. Do not have complete faith in the chanting of the holy team. Do not have complete faith in chanting of the holy names. And to maintain material attachments, even after understanding so many instructions on this matter. Ja, die lijkt mij de lijkt een beetje een van de hoogste. Dat wij de heilige namen, zijn niet verschillend van Krishna. En heel vaak kunnen wij dat niet bevatten, tenminste ik niet. Dat de heilige naam en Krishna gewoon zijn precies hetzelfde. Dus als je de Mahamantra chant, ben je eigenlijk met Krishna. Het is niet verschillend dan Krishna in de geestelijke wereld of de murtis op de altaar. En dan gaan we op straat en dan doen we ook Harina. En dan horen de mensen eigenlijk Krishna. En proberen we hun zo ook tot Krishna te brengen. Andere iets voor iets makkelijker vooruitgang of belangrijk is om vooruitgang te maken in Krishna bewustzijn is simple living, high thinking. Dus eigenlijk, Prabhupada heeft ons aangeraden om leefgemeenschappen te hebben, dus boerderijen en dergelijke. Dat manier van leven is zeer, zeer belangrijk. Want dan kan je dat inclusief Varna Ashram. Is belangrijk, dan kan je makkelijker je Krishna bewustzijn beoefenen. In dit tijdperk, wij leven, dus eigenlijk is Kali de leider in de wereld. Kali is eigenlijk familie van Brahma. Brahma is de eerstgeborene en Kali komt in zijn familie voor. Dus Brahma had een zoon en een dochter en die trouwden met elkaar. En die kregen een zoon en een dochter, die trouwden met elkaar. En die kregen een zoon en een dochter. En volgens mij kreeg het die Kali. Dus Kali, de persoonlijke van zonde. Hij heeft de leiding in de wereld. En hij moet ons proberen van Krishna af te wenden. Dus er zijn heel veel dingen in de wereld. En de enige bedoeling daarvan is dat wij weggaan van Krishna. En ook bijvoorbeeld de televisie. Is een en al mensen televisie. Televisieprogramming. Dus, of televisieprogramma. Onze, degene die leiding hebben in de wereld, leiders van de wereld, die weten precies hoe onze bewustzijn, hoe wij werken. Wij zijn dus een computer. Als input slecht is, werkt het slecht ook. Dus de input van de televisie is eigenlijk slecht. En wij worden daar ook beïnvloed. Dan gaan we heel veel slechte dingen doen. Daarom adviseer ik Prabhupada om niet naar televisie te kijken. Dat wij ook nog zaken is. Of als over Krishna praten, dat is geen probleem. Maar die heeft heel veel. Kali Yuga is al 5000 jaar geleden begonnen. Maar we zitten in een gouden tijdperk van 10.000 jaar. En daarna gaat het helemaal losbarsten met alles slecht. Maar nu is nog aardig wat slechte dingen aan de gang. Omdat Kali die wil dus niet dat wij terugkeren naar Krishna. Dus hij moet allerlei slechte dingen veroorzaken. Heel veel dingen op de televisie zijn niet waar. Bijvoorbeeld wordt gezegd dat wij naar de maan zijn gegaan. Zelf film van. Maar we zijn nooit naar de maan geweest. We kunnen niet op de maan. Volgens de Vedas. We kunnen niet op de maan. Toch zijn er mensen die dat geloven. Maar dat kunnen we niet.
En ook heel tegenwoordig hebben ze, omdat dat zo succesvol was, gaan ze nog meer dingen doen. Allemaal met de bedoeling dat wij ons van God afwenden. Bijvoorbeeld was er in 2001 was er een aanval op de WTC-gebouw in New York. En achteraf was gebleken dat het helemaal niet waar is. Er waren helemaal geen vliegtuigen en niemand is daar eigenlijk gestorven. Het is gewoon een film. Ja, dat is een beetje heftig. Ja, dus wij worden geprogrammeerd eigenlijk om van God af te wenden. Dus iedereen is bang. Oh, terroristen. Maar er zijn geen terroristen. De enige terrorist is Kali. En Kali heeft ook, zeg je dat, descendants. Ik weet niet hoe het in het Nederlands, maar... Nee, descendants. Dus afstammelingen. Ja, Kali heeft afstammelingen. En die helpen hem om slechte dingen te doen, zodat wij ons van Krishna afwenden. En Krishna heeft... Of ja, dus wij zijn afstammeling van Krishna. En wij proberen het goede te doen. Maar als mensen dat bijvoorbeeld niet beseffen, dan kunnen ze niet zo heel goed tegen wapenen. En een van de wapens daarvoor is leefgemeenschappen. Dat wij een beetje afzonderlijk moeten zijn van wat de leiders in de wereld voor ons hebben. Want het wordt steeds slechter. Bijvoorbeeld heel veel mensen zijn gehecht aan de smartphone, iPhone, computers. En ze kunnen, in ieder moment kunnen ze de stekker eruit trekken van internet. En dan gaan heel veel mensen een beetje doordraaien. Ja. En we moeten ons eigen groenten en dingen kweken. Als je naar de supermarkt gaat, zijn heel veel van die dingen die ze daar verkopen niet gezond. Daarom is het heel belangrijk om eigen leefgemeenschap te hebben. De koe goed te behandelen. Melk is heel belangrijk voor de mens. Dan krijg je nieuwe hersenweefsels. En dan kunnen wij beter spiritualiteit begrijpen. Tegenwoordig zijn een aantal mensen die ik ken, die worden veganisten. Maar ik zal nooit veganist worden. We zijn christentariërs. Of versantariërs. En niet echt vegetariërs of veganisten. Want Christa heeft de koe speciaal gemaakt voor de mens, als ik het goed begreep. En bijvoorbeeld de melk, yoghurt, boter. Wij eten geen vlees, dus we moeten dierlijk vet hebben. En dat komt van de yoghurt, van de melk en dat soort dingen. En we gebruiken ook die producten voor puja. Dus Krishna zegt in de 1866, die vers. Geef jezelf aan mij over en wees niet bang. Maar wij leven in een maatschappij waarbij wij steeds bang gehouden worden. Dan heb je de Koude Oorlog, dan heb je Osama Bin Laden, nu heb je die. De moslims zijn degene die ons zogenaamd bang maken, maar allemaal komt van Kali. Dus wat Krishna zegt, do not fear, wees niet bang. Dus als we bang zijn, dat betekent dat wij niet in Krishna geloven. En dat is wat zij willen, dat wij dus niet in God geloven. Maar we moeten aan hem overgeven en verzekerd zijn dat wij altijd beschermd zullen worden. Dus wat gebeurt er als wij ons aan Krishna overgeven? Ik neem aan dat veel van ons hier aanwezig zijn bezig met Krishna bewustzijn. Hebben ervaren dingen in ons leven waar wij de hand van Krishna zien. Eén ding dat ik aan mensen vertel als ik op straat boeken verspreid, is, ik heb een tijdje in Radesh gewoond, zo'n hele groot kasteel, en ik was een van de koks daar. En had ik sleutel voor de keuken, sleutel voor de koelruimte, en sleutel voor waar de droge waar wordt bewaard. En als ik had gewerkt, kon ik nooit betalen om in een kasteel te wonen. Zo lang. Maar omdat ik Krishna dien, gaat hij mij beschermen. En dan gaat hij dingen voor je regelen. Voor de afgelopen 3 jaar heb ik te maken gehad met rechtszaken. En advocaten. En die doen allemaal slecht. Dus ik heb zelf moeten leren de wet. En ik heb die zaak gewonnen.
En in die rechtszaak zeg ik. Tenminste, als ik klachten indien over rechtszaken, dan probeer ik altijd quotes van Krishna in die dingen te doen. En een van die quotes die ik schreef is dat Krishna zegt dat hij van alle levende wezens de zaadgevende vader is en de natuur de moeder. En daarvan uit voortvloeien de wet gelijke behandeling. Dus dat is ook voor mij van toepassing in een bepaalde situatie. En de rechter die zei, ja, hij heeft gelijk. Dus, en de uitspraak kreeg ik op de dag van mijn verjaardag. Dat was echt de mooiste verjaardag. Als je ziet dat de rechter over een quote van Krishna gebruikt in zijn oordeel. Dat was echt mooi. Omdat ik probeerde Krishna te dienen, was ik een paar maanden geleden op televisie. Kon ik spreken over Krishna. Op nationale televisie hebben ze uitgezonden. In eerste instantie vond ik hun heel. Ze waren een beetje. Ze kwamen amateuristisch over. Dus ik had geen vertrouwen in wat ze gaan doen. Maar. Ook al zeggen ze iets slechts over Krishna, als ze Krishna noemen, is dat goed. Het is beter dan. Ze zeggen heel veel slechte dingen over Krishna, maar ze noemen steeds Krishna. Het is nog beter dan dat ze één keer iets goeds over Krishna zeggen. Dus ik liet het maar gaan. Ik denk, oké, Krishna gaat het regelen. En ik vond het een hele mooie. Het eindproduct was heel mooi. Dus, en twee weken geleden was ik bij de Hof van Discipline. Want ik had een klacht ingediend tegen een advocaat. En die hebben we hem natuurlijk beschermd. Tot aan de hof toe en daar heb ik de zaak gewonnen. En zij wilden mensen terugbrengen om iets te vertellen over hun zaken en hoe de hof te verbeteren. En dat zijn allemaal rechters bij de Hof van Discipline. Dat zijn allemaal rechters. Dus dan kwam ik daar gewoon aan. Maar ik ga naar de rechtszaak gewoon ook in mijn doti en tilak en alles. Dus dan kwam ik daar aan zo gekleed. Tussen al de rechters en advocaten en andere mensen. En dan begon zich voor te stellen. En de eerste die mocht spreken daarna was ik. Nou, heb ik liever niet. Maar toen zei ik, oké, mijn naam is Errol, ik ben een Hare Krishna monnik. Dus kon ik de naam Hare Krishna noemen. Dat is allemaal gehoord. En daarna gingen we, dus na het programma gingen we eten. En begon gewoon een gast gewoon Hare Krishna te chanten. Dus al die rechters, die horen de naam Hare Krishna. Dus als wij aan Krishna willen overgeven en hem willen dienen, gaat er heel veel dingen, mooie dingen voor ons regelen. Dat wij voor hem mogen spreken. Ja. En we worden echt onbevreesd. Ik ga heel vaak op straat zo, altijd ga ik zo verkleed. En ik weet het niet meer. Tenzij iemand of raar naar mij kijkt of iets zegt, dan pas herinner ik me dat ik zo gekleed ben. Dus ik ben een klein beetje onbevreesd. Klein beetje, niet helemaal. Ja. Dus ik wil iedereen aanmoedigen, ja, ik denk dat jullie doen dat al, om te proberen aan Krishna over te geven. En prediken. Is nu boekmarathon maand. Ja. Ik heb wat boeken meegenomen. Voor degene die een boek. Boeken. Willen nemen. En donatie gaat naar de tempel. Vroeger als iemand een donatie gaf. Dan. Een redelijke donatie. Dan werd zijn naam. In de tempelmuur geschreven. Op de tempelmuur. De marmer of zo. Dus deze lezing wordt uitgezonden. Dus, jullie worden gerecord. Je wordt opgenomen. Dus als jullie een boek nemen en daarnaast geven aan de Namata, dan wordt het helemaal in heel Nederland uitgezonden. En wordt vastgelegd voor de rest van ons leven, denk ik. Dat de internet plat gaat. Dat is niet goed voor onze ego. Is dat niet goed voor je ego? Nee. Ik kan wel zijn eigen geweld kennen. Nee, ik doe dat daarna. Dus na de prasadam zijn de boeken neerleggen. Dan kun je je boek nemen en donatie geven. En als je gaat naar Provo en de familie, voor de programma hier. Dus ik denk dat ongeveer. Het is veel makkelijker gegaan dan ik had verwacht, want ik heb niks voorbereid. Maar ik denk dat ongeveer is wat ik aan u wil mededelen. En als u vragen hebt, mag u vragen stellen. Ik zal proberen te antwoorden. En als het niet lukt, dan vermoeien ze het hier. Oh, aan de geleerde verbroeders.
en nog andere. Dus iemand vragen, mag ik gewoon stellen? Ik zal proberen te antwoorden. Ik ben benieuwd wat jij zegt dat je gaat straat op een boek te kopen. Ja. Ik ben benieuwd naar een leuke ervaring. Leuke ervaring? Ja, want ik kan me voorstellen dat je toch heel vaak mensen tegenkomt. Ik vind het zelf heel moeilijk om iets goeds te vertellen in het kort aan iemand. En dan een boek aan te bieden. Dus voor mij zou het niks. En de ander kan mij ook heel goed overtuigen. Ik ben altijd overal. Ik vind dat overal wel wat in zit.